Op het moment dat ik dit uitspreek is het goedemorgen, maar als u het ziet is het goedenavond. Wat fijn dat u meekijkt naar de nationale dodenherdenking die zo meteen begint. Helaas weer zonder publiek, zonder u en zonder jou. Wat zou het mooi zijn geweest als we hier op het plein met elkaar konden herdenken, stil zijn, luisteren en bloemen leggen. Ik hoop dat er bij u en jou een gevoel van verbondenheid is als we allen herdenken, burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. U heeft net kunnen luisteren naar het Adagio Religioso van Albert Becker. Dat werd uitgevoerd door Rienk Bakker op piano, Gatze Heres op cello en Isabelle Doodhagen op viool. Het vervolg van het programma is als volgt. De erewacht wordt gevormd door de scouts Marijn en Roef en de veteranen Marcel Dagnio, Erik Tap, John Repie en Iwan Achterberg. De Nederlandse vlag wordt halfstok gehesen, waarna Reinoud van Hengstom de tap toespeelt. We zijn 2 minuten stil en zingen vervolgens de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus. Burgemeester Isabella legt samen met scout Noah de krans en kinderburgemeester Sam van Maurik krijgt het bloemenhart aangereikt door scout Merel. Het bloemenhart wordt gelegd als herdenking aan alle kinderen die in oorlogen zijn omgekomen. Net als bij alle voorgaande herdenkingen houdt de burgemeester zijn toespraak, waarna we luisteren naar het Andante con moto van Karl Reinecke. Carine Jekel draagt haar gedicht voor, waarna zij tegel 2021 van het herdenkingsmonument onthult, waarop een gedeelte van haar gedicht is gegraveerd. Ik wens u en jou een goede herinnering toe. Veteranen. Hey. Acht. Rek. Eer. Thank you.
hierheen. Heb je dat? Kom hier, dames. Die andere heen. Ciao. Vandaag, op 4 mei, herdenken we alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna. We herdenken onder andere door 2 minuten stilte. 2 minuten die velen van ons gebruiken om zich te bezinnen. Dat gebeurt in heel Nederland. En dat doen we al 76 jaar. In 1945, 76 jaar geleden, is Nederland bevrijd. 76 jaar geleden. De meesten van ons waren toen nog niet eens geboren. En er zijn nog maar weinig mensen in leven die zich de Tweede Wereldoorlog actief kunnen herinneren. Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking heeft nooit oorlog gekend. Gelukkig niet. Maar toch. Nu, 76 jaar na de bevrijding, leven we in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. De uitbraak van het coronavirus. Met alle maatregelen tegen de verspreiding ervan. Met alle onzekerheid, zorgen, verdriet. En zoals premier Rutte heeft benadrukt, we moeten de impact van de pandemie niet onderschatten. De maatregelen tegen het virus zorgen ervoor dat onze alledaagse en vanzelfsprekende vrijheden nu al ruim een jaar worden ingeperkt. Gelukkig is er zicht op licht aan het eind van de tunnel. Langzaam maar zeker kunnen de beperkingen worden versoepeld, wordt ons geduld beloond. We krijgen corona onder controle en dat doen we samen. Morgen, 5 mei, is het Bevrijdingsdag. Een nationale feestdag waarop we elk jaar de bevrijding van Nederland in 1945 vieren. En we staan ook stil bij de grote waarden van vrijheid, democratie en mensenrechten. Heeft u daar wel eens bij stilgestaan? Heeft u zich wel eens afgevraagd, wat is voor mij de betekenis van vrijheid? Is dat misschien onafhankelijkheid? En is dan automatisch de conclusie dat hulpbehoevende medelanders niet in vrijheid leven omdat zij zich niet onafhankelijk kunnen zijn? Of is vrijheid voor u onbelemmerd, ongebonden en ongedwongen kunnen leven? In dat geval heeft u het afgelopen jaar ervaren dat u in meer of mindere mate in uw vrijheid bent beperkt. Blijf thuis, houd afstand, laat u testen. Winkels, bioscopen,
dierentuinen, onze horeca, onze ondernemers, allemaal gesloten. En dan ook nog die avondklok, die gelukkig is beëindigd. Ik vind het zelf best lastig om een betekenis aan het woord vrijheid te geven. Tegelijk vind ik het mooi om te merken dat zo'n woord zoveel verschillende gevoelens en gedachten bij mensen kan oproepen. En iedereen die even de tijd neemt om erover na te denken, hecht persoonlijke waarde aan vrijheid. Vrijheid is een groot goed. En we moeten het verdedigen en we moeten ervoor blijven vechten. Het is een onlosmakelijk onderdeel van onze nationale identiteit. En ik voel me vrij omdat ik mezelf kan zijn. Omdat ik me gelijkwaardig voel aan anderen. En omdat ik vrij mijn mening kan geven. En hoewel de pandemie mij weliswaar in een aantal zaken heeft beperkt, voel ik me ook vrij. En houd me vast aan mijn eigen idealen. Dat is voor mij vrijheid. En wat is vrijheid voor u of voor jou? Denk daar nog eens goed over na. Praat erover met je kinderen, met je vriendjes en vriendinnetjes, met je klasgenoten op school. Vorig jaar begon ik mijn toespraak met een gedicht. Een gedicht over 2 minuten stilte. Dit jaar wil ik eindigen met een gedicht. Het is geschreven door Ankie Pijpers. Zij was een Nederlandse dichteres, schrijfster, journalist, die in 2008 is overleden. En de titel van haar gedicht is Als je de vrijheid tegenkomt. Als je de vrijheid tegenkomt en de vrijheid staat stil en zegt jij. Het kan overal zijn. De eerste sneeuw, een zomervakantie, een dag in mei. Het kan altijd. Een tv-journaal, een land ver weg, de stad waar je woont. Kijk dan met je ogen, kijk met je hart. Als de vrijheid stilstaat en jij zegt, loop niet voorbij. Dames en heren, jongens en meisjes, ik wens u vrede en vrijheid. Thank you.
In vrijheid vooruit. Denk door herdenking, door te denken aan oorlog, aan opgestikte sterren, aan onzichtbaar ondergedokenen, aan bommen, soldaten en offers, aan wapens, barakken, verraders, aan tralies, tranen en dood. Ook aan verzet en aan vrij, aan vrede, voorwaarts en verder, in vrijheid vooruit. Ik vind de laatste regel in vrijheid, vrede vooruit. Dat laat je niet los en daar kunnen we allemaal mee verder. Dankjewel. We zijn aan het einde gekomen van deze herdenking. Een hele bijzondere manier. Het waait, het stormt. Gelukkig is het nu droog. Maar het is wel een hele bijzondere bijeenkomst. Vorig jaar herdachten we het bijzondere feit dat we 75 jaar in vrijheid kunnen en mogen leven. Dit jaar heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei gekozen voor het thema na 75 jaar vrijheid. Waar staan we nu als het gaat om vrijheid? Hoe gaan we verder? Wat betekent vrijheid in ons dagelijks leven? En hoe kunnen we het onderhouden? Ik kan u aanbevelen om de uitwerking van dit thema door de denker des vaderlands Daan Rovers na te lezen op de site van het Nationaal Comité. Het 4 en 5 mei Comité Houten en de bestuursleden van de Stichting voor Vrede en Vrijheid trekken samen op in het organiseren van activiteiten waar vrijheid centraal staat. Daar hebben we ook u en jullie voor nodig om mee te denken, uit te werken en te realiseren. Vrijheid voor en met elkaar. Om 8 uur kunt u kijken op tv naar de Nationale Dodenherdenking op de Dam. En de Dodenherdenking in Houten wordt op muzikale wijze afgesloten met een herdenkingsconcert dat wordt verzorgd door het koor Adveniat Musica onder leiding van Rienk Bakker. Op het programma staan werken die als thema's verlies, troost en eeuwige rust hebben. U kunt het concert live volgen. De link kunt u vinden op de nieuwe website van het 4 en 5 mei comité Houten, www.4en5meihouten.nl en op de website van Omroep Houten. Graag wil ik alle die hebben meegewerkt aan deze herdenking heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan deze bijzondere herdenking. Jan-Peter Geertman voor het verzorgen van het geluid. En Omroep Houten voor het maken van de filmopname waar u nu naar kijkt. Morgen is het Bevrijdingsdag. Hangt u de hele dag de vlag in top als teken van vrijheid? En u kunt bloemen leggen bij het herdenkingsmonument. En ik hoop dat we volgend jaar op 4 mei weer met elkaar hier staan op het plein. En daarom tot ziens.